beetje anders dan bij heel veel van de masterscripties. Meestal is de masterscriptie heel erg individueel. En ook jullie drie hier, daar volg ik er nog een, zijn ook individuele studenten, hebben eigen scripties geschreven en tegelijkertijd hebben jullie heel nauw samengewerkt. Een groot aantal bijeenkomsten hebben we gehad waarbij jullie aan elkaar rapporteerden van hoe het stond met de voortgang van je scriptie. En dat is best wel goed eigenlijk. Het is volgens mij heel goed gelopen. Dat betekent dat jullie onderling stimulans waren om elkaar vooruit te duwen en tegelijkertijd ook een soort van vraagbaak voor elkaar. En dat leidde ertoe dat de drie Corebank scripties hier één voorwoord hebben dat identiek is in alle drie. Met z'n drie hebben ze één eerste inleidend stukje geschreven over Corebanken. Waar bestaan die uit? Wat is een NIS recorder? Wat is een knop? Wat is een WAN? Wat zijn die technische termen? En wat moet je daarmee? En ieder had zo zijn eigen rol in dat Corebankenmeisjesclubje. Waarbij de een graag dingen voor zich uit schoof. Die heeft intussen haar hulp gekregen. En de ander heel nijver was en heel nauwgezet altijd stukken van de ander gelezen had, keurig geannoteerd, heel precies. Petra is dat ten top. Heel secuur, hardwerkend, nijver en ook altijd op zoek naar literatuur. En het kon zo moeilijk niet zijn of jij wist een Duitse scriptie die ooit God weet waar geschreven was, toch digitaal te bemachtigen. Je bent dan heel vasthoudend, je bijt je er echt in vast. Corebankencomplex in de Stephansmünster in Breisach am Rhein. Een Corebankencomplex waar jij net zoals Debbie naar haar complex is geweest. Jij ging daarheen, je maakte foto's. Je moest ervaren dat foto's maken ter plekke best wel lastig is. En dat er onuitstaanbaar veel foto's dan toch weer net niet laten zien als je thuis bent wat je had willen vastleggen. En dat je moest helpen. Maar gelukkig was daar die mooie Duitse scriptie met heel veel afbeeldingen waar je verder mee uit de voeten kon. Terwijl je aan die scriptie bezig was, liep je ook stage. Je liep stage in het Iconenmuseum in Kampen. En die stage zorgde ervoor dat het project van de scriptie nog een stukje langer duurde, maar ondertussen kon je er ook langer over nadenken. Ook op die stageplek heb jij heel veel geleerd. Hoe maak je een tentoonstelling? Wat komt er allemaal niet bekijken? Hoe maak je een tekst die voor een algemeen publiek is? Hoe maak je een tijdsbalk? Ik heb het aantal e-mails niet geteld, want ik heb gekregen over, maar dat is een mailbox vol. Een mooie stage. Veel geleerd over de praktijk van de musea. Hoe werk je in je team? Hoe breng je kunsthistorische kennis over? Zelfs als dat kennis is die gaat over oost-christelijk materiaal waar je helemaal niet zo vertrouwd mee bent, hoe lees je je snel in? En dan weer terug naar de Corebanken. Naar wat een hele dikke, forse scriptie is geworden. Corebanken is een algemeenheid, dan kun je beschrijven. Je hebt je verdiept in de oorspronkelijke locatie. De Marienau-theorie, iets wat voor jou een absoluut toverwoord was geworden. Ik ben helemaal bezig met de Marienau-theorie, terwijl natuurlijk iedereen van heel West-Europa verder denkt van Marienau-theorie. Wat is dat in godsnaam? Komen die banken uit die kerk of uit die kerk? Je hebt de argumenten netjes op een rij gezet. En tenslotte heb je ingezoomd op een deelaspect. Een curieuze heilige Alexius. De heilige Alexius van Edessa, die afgebeeld staat op dat Corebankencomplex. En die heilige is de naamgever geworden van jouw scriptie over een groot Corebankensemble. De heilige onder de trap. De heilige onder de trap. En waarom ligt hij daar? Wat heeft dat met zijn vita, met zijn heilige leven te maken? En ook daar heb je je weer in vastgebeten om vervolgens toch beknopt en wel in het kader van het geheel dat netjes op papier te krijgen. Scriptie is af, stage is af. Andere onderdelen van je masterjaar zijn voorbij. En daarmee is er nog maar één ding te doen. Dat is de laatste handeling. Kom je bul halen. Zo volledig en zo bijzonder maakt dat we ook heel regelmatig lentjebuur mogen spelen
wij aangevuld worden door GLTC, dat heet Grieks, Latijnse taal- en cultuurstudies, de archeologie.